Jarenlang was het een groot probleem voor handelsschepen in de Golf van Aden, het risico op kapingen. Inmiddels zijn alle rederijen zich gaan beschermen, soms met hulp van Defensie en soms met particuliere beveiligers. Alleen, het mag niet, niet van de Nederlandse wet tenminste. En daardoor gaan schepen uitvlaggen. Ze gaan varen onder de vlag van een land dat wel particuliere beveiligers toestaat. Nou, inmiddels komt aan die padstelling een eind, nu er in de Tweede Kamer wetgeving in aantocht is. 70% van wat ze noemen de spot market, dus dat zijn schepen die op het allerlaatst iets moeten inkopen, grondstoffen bijvoorbeeld, en die verplaatsen, die kunnen geen gebruik maken van de mogelijkheid die er nu al is om met mariniers te varen. En voor hen is het echt noodzakelijk dat er ook een aanvullende oplossing komt. En dat zijn particuliere beveiligers. Als je dat niet regelt, dan krijg je een situatie die waarschijnlijk nu al bestaat en die oogluikend wordt gedoogd. Namelijk dat rederijen, we weten niet precies welke, maar in ieder geval rederijen die onder andere vlag, niet Nederlandse vlag, zijn gaan varen, dat die particuliere beveiligers meenemen die misschien het best doen denken aan Rambo-types die zich nergens iets aan gelegen laten liggen. En dan krijg je dus Wild West op open zee en dat is het laatste wat we willen. Dan kan je maar beter de zaak gewoon goed reguleren, dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. Intussen varen er ook nog fregatten in het gebied rond. Wat gaat daarmee gebeuren? Moeten die elders worden ingezet? Ze hebben geweldig goed werk gedaan in de Golf van Aden. En ik kan wel 10 betere opties verzinnen voor de Nederlandse mariniers om dan weer te worden ingezet. Denkt u alleen maar aan de enorme migratiebewegingen waarbij we in de Middellandse Zee te maken hebben. Of denk aan de toenemende dreiging vanuit Venezuela op de Nederlandse eilanden, de voormalige Antillen. Het zijn zomaar twee grote bedreigingen waar Nederland mee te maken heeft en waar mariniers een cruciale rol in vervullen.